Het einde van de regering De Terme 1 komt niet echt als een verrassing. De man van 800.000 stemmen kreeg maar moeilijk een regering op de been. En eenmaal de regering er was, struikelde die van het ene incident naar het andere. Een overzicht door Luc Pauwels en Saskia de Schutter. Het gloriemoment van De Terme. Op 10 juni vorig jaar wint hij de verkiezingen met een stevig communautair programma. De Terme wordt formateur, maar precies het communautaire wordt zijn grootste struikelblok. In augustus vraagt hij aan de koning de eerste keer zijn ontslag als formateur. Eind september begint de Terme aan een tweede poging, maar twee maanden later loopt hij opnieuw vast. Ik moet vaststellen dat geen klare afspraken konden worden gemaakt met alle onderhandelende partijen over de inhoud van deze hervormingen. En doorgaan zonder klare afspraken vind ik niet ernstig. Uiteindelijk komt er een tijdelijke tussenregering met Guy Verhofstadt als premier. Hij moet het pad effenen voor Le Terme. Op 20 maart wordt Le Terme dan eindelijk zelf premier. Maar opnieuw raakt hij niet door communautaire tegenstellingen. En midden juli biedt hij zijn ontslag aan. Een ontslag dat door de koning wordt geweigerd. Eind september barst dan de financiële crisis los met als eerste slachtoffer Fortis. Een nieuwe kans lijkt het voor Le Terme, die snel reageert. De Belgische, Luxemburgse en Nederlandse staat nemen een belang in Fortis. Een heel mooi voorbeeld van de samenwerking van drie landen die het opnemen voor hun bevolking. Het is een krachtig signaal, denk ik, dat wij hier onze verantwoordelijkheid opnemen. En zoals eerder gezegd, is het denk ik bij deze bewezen dat wij elkeen die betrokken is, de spaarders op de eerste plaats, dat wij die mensen niet in de steek laten. Maar al snel blijkt de deal vooral voor de Nederlandse regering interessant. Het mooie van de oplossing die we nu getroffen hebben is dat we de gezonde delen eruit hebben gehaald. En met het geld wat de partijen die erin blijven zitten daarvoor krijgen, kunnen zij de problemen die zij hebben ook weer oplossen. Dus dat is iets waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft. U krijgt een gezond bedrijf, de Belgen 17 miljard. Zo zit het ongeveer in elkaar, ja. Amper een paar dagen daarna haalt de regering de Fortis Holding uit elkaar en verkoopt Fortis Bank België aan BNP Paribas. Zonder evenwel de aandeelhouders daarin te kennen, die meteen een rechtszaak aanspannen tegen de federale regering. Het is anderzijds ook nodig dat iets wordt ondernomen om de aandeelhouders te verdedigen. En u moet ook weten, die overdracht naar BNP Paribas die zal pas effectief zijn binnen een aantal maanden. Met andere woorden, we hebben nog tijd om bijvoorbeeld een schorsing te bekomen. Het Hof van Beroep besluit inderdaad dat de verkoop van Fortis aan BNP niet mag doorgaan. Een rechter met CD&V-stempel ligt echter dwars. Meteen wordt gezegd dat er door het kabinet Le Terme druk zou zijn uitgeoefend.